allemaal en welkom bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex, de enige echte. Het is donderdag vandaag en ik heb weer gewerkt en ik val echt in de verbazing. De Winter Efteling, waar ik naartoe ga, is in trek bij mijn vrienden. Ja, iedereen wil mee, bijna iedereen wil mee. Dus ik krijg zelfs aanmeldingen, dus vandaar. Dus het wordt waarschijnlijk wordt het een hele drukke groep, wordt het. Dat we met een grote groep naar de Winter Efteling gaan. Ik ben waarschijnlijk ben ik de hele decembermaand ben ik vrij. Want ik heb lekker al mijn dagen opgenomen en dat doe ik altijd eigenlijk in de decembermaand. Meestal ben ik de decembermaand ben ik altijd vrij. Hoef ik niet te werken. Neem ik lekker alle uren neem ik lekker op. En ik heb nog genoeg uren ervoor. En dan ben ik de hele decembermaand vrij. Heb ik gewoon 4 weken. Heb ik gewoon ruim 4 weken. Heb ik gewoon wintervakantie. Nieuwjaarsvakantie. En hoef ik pas januari weer te beginnen. Nou, ik moet nog eventjes de vlog van gisteren moet ik nog even editen. Die hebben jullie gisteren dus inmiddels al gezien. En ga ik nou wel even doen. Dadelijk komt er nog de begeleiding. Dus moet ik ook aanwezig zijn. Dus ik blijf lekker binnen. Ik heb de kachel lekker aangezet. Het is koud buiten. Het is echt herfstweer is het. En dan is niks lekker dus om lekker de kachel aan te hebben. Lekker warm in de huiskamer. En lekker vol lekker de kachel aan. Heerlijk. Nou, ik ga het nog eventjes dus de computer even aanslingeren. Dat ga ik gelijk even doen. Doe ik nou gelijk eventjes. Hoppa. Kan het maar gedaan hebben. Hè? En dan kan ik alvast de vlog van gisteren editen. Hoppa. Dus de computertje aan. Ik heb trouwens ook nog even op de computer gekeken. Of op de telefoon gekeken. Hoeveel het me gaat kosten. Voor extra accessoires voor mijn camera. Kost ook nog wel aardig wat. Dus moet ik even kijken dat ik dat wanneer ik dat een keer ga doen. Ik wil in ieder geval 2 accupacks erbij. Het zijn batterijen. Dan heb ik in totaal heb ik er 3. Daar heb ik wel genoeg aan. Meestal met een batterij doe je ongeveer 2 uur. 2 uur filmen. 1,5 zo ongeveer. Nou, dan heb ik 1,5. Dus dat is 3 uur. Dan heb ik 4,5 uur film. Nou, een vlog van 4,5 uur, dat gaat hem toch niet worden. Dus dan heb ik in ieder geval genoeg. En dan heb ik lekker veel batterijen om te filmen. Het liefst natuurlijk heb ik hem in december al. Voor de Winter Efteling. Dan kan ik lekker die accupacks meenemen. En dan kan ik lekker gewoon lekker helemaal losgaan. En kan ik lekker filmen en zo. Dus dat komt wel helemaal goed. Ik heb nog kaartje heb ik nog, oude SD-kaart nog van mijn oude camera. Die had ik dus toen thuis laten leggen toen ik mijn camera verloor. Dus die heb ik nog. Dus ik heb nu momenteel heb ik 2 memory kaarten. Er komt er ook nog wel een keertje eentje bij. Maar dat moet ik nog even wachten. Ja, het kost allemaal een hoop geld. Dus ik kan niet alles in 1 keer doen. Helaas. Was het maar zo. Dan had ik gelijk 3 accupacks en nog een hele grote kaart gekocht. Ik ga zo'n hele dure ga ik denk ik een keer nemen. Zo'n met heel veel. Ja, ik weet niet meer precies hoeveel MB het was, maar of gigabyte het was, maar die was echt groot. Het was wel even een prijskaartje, maar dan heb je echt wel een grote kaart. Dan kan je aardig wat mee filmen. Dus vandaar. Nou, ik ben alweer 4,5 minuut aan het ouwe hoeren. Maar dat is even de informatie, even momenteel tot nu toe eventjes, wat ik even momenteel even kan zeggen. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk als de begeleidster weg is. En dan spreek ik jullie dadelijk allemaal weer. En dan komt het helemaal goed. Tot zo. Zo, en ik ga even lekker op je eten. Het is 6:30 en ik ga even lekker op je eten en dan ben ik zo dadelijk weer terug. Ik heb nog even lekker even op de computer gezeten. Ik ga even mijn spullen pakken en dan ga ik even lekker op je eten bij mijn moeders. En dan zie ik wel wat ik vanavond lekker ga doen. Ik denk wel dat ik een livestream ga opnemen om 8 uur, want daar heb ik wel zin in. Dus vanavond gaat het wel lukken. Gisteren ging het niet,
Omdat ik natuurlijk met voetballen zat. Had ik ook de wedstrijd Feyenoord. Dus toen ging het even niet lukken, maar nu lukt het wel. Dus ik ga vanavond lekker live streamen. Ik denk dat Rob er wel weer is. Dus dat wordt wel weer gezellig. Ik ga het eventjes lekker aan voor een hapje eten. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Ja, ja, het is inmiddels bijna 8:30 en ik ga de stream opstarten. Ik ga lekker nog even 2 uurtjes Grand Theft Auto spelen. Daar heb ik echt zin in. Joost, als het goed is, ook komen. Dus dat wordt wel weer gezellig. Dat wordt wel weer gezellig. Ik ga dan nog even een berichtje sturen. Op de PS4 groep van WhatsApp. Waar ik op zit. En dan gaan we nog even kijken dat Rob komt. En of dat er nog meer mensen komen die meedoen, gaan doen met de livestream. Ik zat nog eventjes net op de livestream te kijken van Kev Rijs. Quincy, jongen, als ik jou een keer tegenkom in Spijk, jongen. Echt waar, jongen. Dat moet ik maar even doen. Gaat hij een beetje mijn auto exposen en zo. Quincy, jongen, ik krijg jij nog wel. Ik krijg jij nog wel, vluchteling. Oké. Nou, ik ga er eventjes spelen hier, ho. Zo, terwijl, hallo, Bobby, wat in hemelsnaam ben jij aan het doen? Oké, nou ja. Die heeft wel een hele rare pose, neemt hij aan. Wat ben je aan het doen, dribbel? Nou ja, oké, het zal wel goed wezen. Nou, ik ga het even de laptop pakken. Ga ik gelijk even doen. Kijk, hier is die. De laptop. Oh, fuck. Ga ik ervoor staan met mijn grote lijf? Zo. Die heb ik even nodig altijd, want die gebruik ik altijd voor de... die gebruik ik altijd voor de chat altijd. Ik heb altijd een laptop erbij aanstaan voor de chatberichten en zo. Dus ik ga even een. Mijn punt die legt half uit de bouwbak. Als dan steekt dat de hele boel in de Ciro. En ga ik even appjes sturen, berichtjes sturen. Laat ik even niet zien, want anders dan zien jullie namen en zo. Daar hou ik niet zo van. Dus ik ga dus even een bericht eruit zenden. Op de PS4, oh ja, PS4 Gamers heet het. Ja, zo was het. PS4 Gamers heet het. Dus vandaar. Stream gaat binnen. Zo, echt moeilijk, hè, type Marco. Ja, ik weet het. Het is heel moeilijk type. Binnen enkele ogen. Blikken beginnen. Wie doet er mee? Oké. Zo, nou, dat bericht is in ieder geval verstuurd. Ik ga de PlayStation omzetten. Televisie moet dan. Zo. Dan gaat de sticker in de PlayStation. Zo, ik heb een keer gehad dat ik me... stekker van mijn PlayStation eruit trok. En volgens mij raakte ik dat ijzer nog aan en er stond nog stroom op. Zo, het kreeg een opstonemieter van mijn PlayStation. Dat wil je niet weten. Zo, nou eens even kijken. Die zender moet ik even hebben. Oh, dan moet ik wel tv hebben. Nee, niet die, want dat is televisie. Ik moet hem even op HDMI-site zetten. Nou. Hij doet het niet. Juist, die moet ik hebben. Schiet op. Zo. Dan gaan we die aanzetten. En dan moet hij aanspringen. Kijk, daar heb je hem al. Daar heen hem hoor, daar heen hem. En dan ga ik even livestreamen. En dan als ik dadelijk weer klaar ben met de livestream, dan spreek ik jullie weer. Tot zo. Zo, en ik heb de livestream weer uitgezet.
Ik heb iets meer dan 2 uur gespeeld. En met Rob. En later kwam ook Joost erbij. Was reuze gezellig. Maar ik was op een gegeven moment was ik wel even zat na ruim 2 uur. Dus toen heb ik hem weer uitgezet. Rob was inmiddels ook al weggegaan. En Joost die zit nu nog bezig met de livestream. Maar die hoeft morgen niet te werken. Dus die kan het lekker laat maken. Ik ga ook bij deze even dadelijk de vlog afsluiten. Ik ga het zo nog heel even editen. En dan ga ik zo mijn bedje in. Want ik ben het best wel moe. En mijn ogen vallen dicht. Ik ga nog even lekker mijn rummetje opdrinken. En dan ga ik lekker naar mijn bedje toe. Ik ben wel weer zat voor vandaag. Katten leggen ook al de pitten. Dus ik ga hem ook bij deze afsluiten. Ik zou zeggen, vonden jullie deze video leuk? Deze vlog? Doe even dat blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Druk even op dat knopje rechtsbovenin. En druk ook op het belletje. Dan krijgen jullie elke keer een melding als er weer een nieuwe video online is. Of dat er een livestream is. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En ik zou zeggen tot morgen bij een nieuwe vlog hier op mijn kanaal. En ik zou zeggen skabedi, skabedoe, skabedabedoe. Oef, baf, lief.